Valt het jullie wel eens op dat eigenlijk alle mensen een paar dingen gemeen hebben? Ten eerste gaat iedereen op een dag dood. Ten tweede heeft iedereen een voornaam. En de meeste mensen ook een achternaam. En over dat tweede wil ik het graag vandaag met jullie hebben in deze gloednieuwe aflevering van Frodo Reageert. Verder leven we natuurlijk wel in een land waar vrij veel dingen geregeld kunnen worden. Zo kan je ook bijvoorbeeld je naam veranderen. En dat is nogal duur. Dat kost namelijk €995 gewoon. En dan nog €287 griffiersrecht. En griffiersrecht is het geld wat een griffier krijgt die in de rechtbank meeschrijft. Want je moet altijd aan een rechter vragen of jij je naam mag veranderen. Wat ik überhaupt wel apart vind. Want wat heeft een rechter er nou over te zeggen of jij wil beslissen dat jij jouw naam wil veranderen? En jullie denken dan misschien dat het zomaar gewoon mogelijk is. Dat je als je op de een of andere dag denkt van, ik heet altijd al Harmer, maar ik wil nu anders heten. Dat je dan naar de rechtbank kan stappen met €1300 en kan zeggen van, ik wil graag mijn naam veranderen. Dat is niet zo. Er zijn namelijk maar zes momenten wanneer je je naam mag veranderen. Als je naam bijvoorbeeld als kind verkeerd is geschreven op de geboorteakte, dan mag je je naam veranderen. Of als je naam altijd al anders wordt uitgesproken en het is eigenlijk anders hoort worden geschreven, dan mag je je naam ook veranderen. En dat is nog maar één van de zes dingen. Verder mag je je naam veranderen als er slechte herinneringen aan zitten. Dus als je naam bijvoorbeeld lijkt op een of overeenkomt met iemand uit de geschiedenis die verkeerde dingen heeft gedaan of zo, dan mag je je naam veranderen. En je kan ook altijd een tweede naam toevoegen aan je naam. Alleen dan moet je daar wel een goede reden voor hebben waarom je dat eigenlijk wil. Maar dan wordt dat meestal wel goedgekeurd. Ook als je van geloof verandert, dus bijvoorbeeld je een christelijke voornaam hebt, maar je van geloof verandert, dan mag je je naam altijd veranderen. Ook mag je je naam altijd veranderen als je ermee gepest wordt, omdat je nogal een rare naam hebt. Maar dat mag alleen bij namen die niet heel vaak voorkomen. Als een naam heel vaak voorkomt, dan mag je die niet veranderen als je ermee gepest wordt. Je mag ook altijd je achternaam veranderen als je je achternaam wil nemen van de ouder van wie je de achternaam niet hebt. Dat is altijd toegestaan. Of als je een achternaam wil zelfs van je opa of oma die je vader of moeder niet eens gehad heeft. Verder is het veranderen van je voornaam altijd mogelijk als je voornaam niet is toegestaan door je geloof of als je van geslacht verandert. Verder is er dan ook nog altijd de leukste lijst. Dat is de lijst met namen die je je kind niet mag geven. De lijst van verboden namen. En daar staan dan een hele hoop dingen tussen die vrij normaal zijn, omdat het gewoon hele zinnen of woorden zijn. Maar er staan ook nog wel een paar aparte tussen. Je mag je kind bijvoorbeeld niet Jeanne d'Arc noemen. Jeanne d'Arc was een historisch persoon, een vrouwelijke commandant van een leger. En zo mag je je kind dus niet noemen. Je mag je kind niet een voornaam en een achternaam als voornaam geven. Dus bijvoorbeeld als je je kind Yannick Jansen wil noemen, mag je je kind niet Yannick Jansen als voornaam noemen. Alleen als de achternaam al toevallig Jansen is. Je mag je kind ook niet Chakalotte noemen. Chakalotte. T-S-J-A-K-K-A-L-O-T-T-E. Chakalotte. Ja, wie wil zijn kind dan ook zo noemen? Je mag je kind ook niet Tom Tom noemen, gewoon T-O-M-T-O-M. En dan zijn er ook nog, dan is er nog een hele lijst met voornamen die je voor 1970 niet aan je kinderen mag geven. Wat tegenwoordig best wel normale voornamen zijn, dus dat is wel heel grappig. Je hebt bijvoorbeeld Dennis met één N. Dat mocht toen niet. Je mocht je kind op dat moment bijvoorbeeld niet Dionne noemen. D-I-O-N-N-E. Waarvan ik me ook afvraag van, dat is de normaalste naam ooit. Maar het grappige is, er staat dan ook achter wat degene die, de ouders die deze naam hebben aangedragen voor hun kind, hoe die hun kind uiteindelijk dan genoemd hebben. Ze hebben hun kind toen niet Dionne genoemd, maar Dionysia. Dus D-I-O-N-I-S-I-A. Je mag je kind niet Cinderella noemen. Of Caroline. C-A-R-O-E-L-I-E-N. Dus dat zijn allemaal namen waarvan ik denk het is niet eens heel raar. Deze nog erger. Joey.
J-O-E-Y. Waarom zou je voor 1970 je kind niet Joey mogen noemen? En dan heb je nog de meest voorkomende babynamen die gegeven zijn aan kinderen in 2019. De top 5 bij de meisjes is Emma, Sophie, Julia, Mila en Zoe. Vooral Zoe verbaast me dan, want ik ken niemand die Zoe heet. Laat even achter in de comments als je wel Zoe heet, sorry dan. En bij de kinderen, bij de jongens zijn dat Noah, Lucas, Daan, Finn en Levi. Nou, Finn ken ik ook niemand. Dat is dan F-I-N-N. En Noah, die op 1 staat, die ken ik natuurlijk wel, want dat is Noah Sandbrink. Dan heb ik nog precies diezelfde lijst, maar dan van 1992. Wat dus nu ongeveer 20 jaar geleden is. Zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik niet goed. Het is meer dan 20 jaar. Het is 28 jaar geleden ongeveer. En toen was het, de top 5 bij de meisjes was toen Ashley, Jessica, Amanda, Brittany en Sarah. Ik moet zeggen, een Ashley ken ik wel, een Jessica ken ik. Een Amanda en een Brittany heb ik nog nooit van gehoord. En dan bij de jongens was dat toen Michael, Christopher, Matthew, Joshua en Andrew. Wat best wel grappig is, want een Michael ken ik wel. Een Christopher ken ik echt niemand. Een Matthew ken ik van een filmserie iemand, maar verder niemand. En Joshua ken ik wel en een Andrew ken ik ook. En dan nog even om het af te sluiten, hoe namen, hoe vaak komt de naam voor? Nou, Harmen, dat komt blijkbaar in Nederland op dit moment 6.082 keer voor. Als eerste naam en als doopnaam 3.639 keer. Maar wat me dan opvalt is dat er is geen enkel meisje in Nederland wat Harmen heet. Dat lijkt me vrij normaal, want het is niet echt een meisjesnaam. Maar je hebt wel 5 meisjes in Nederland die Harmen als tweede naam hebben. Dus bijvoorbeeld als doopnaam hebben. Dan moeten we natuurlijk nog even zoeken op Frodo. Er zijn 59 mensen in Nederland die dat als eerste naam hebben. En 31 mensen maar die dat als tweede naam hebben. Ik ben echt uniek. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering van Frodo Reageert. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En dan zie ik jullie allemaal weer bij de volgende aflevering. Tot later. En de Bermuda-driehoek? Bermuda-driehoek bestaat niet.